Dikke billen voor een witte bak. Ondernemer en een pionier. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik was vergeten een intro op te nemen. We zijn inmiddels alweer een dag verder. Dag 3. En ik was eigenlijk, gisteren was ik eigenlijk vergeten een intro op te nemen. Dus bij deze dus, laten we gaan kijken naar dag 2 van mijn vakantie in Marveld. Nou, daar zijn we weer. Uitgangscentrum, en dan moet je hierheen. En dan hebben we hier ons huisje op de hoek. Het lage stuk, dat is de jacuzzi. En ze hebben nieuwe borden geplaatst. Daar is uitgang, daar is centrum. Dus dat hebben ze verplaatst. Dus andere borden neergezet. Centrum, uitgang. Die waren er 2 maanden geleden nog niet. Nieuwe huisjes. Dat zijn de N-huisjes. Ik ga gelijk even kijken of ik live kan op Mar op Facebook. Nu heb je ook allemaal in huisjes en 40. Dat gaat niet. Even kijken hoor. Is de locatie verdelen. Jongen, duurt het allemaal lang zeg. Hupkee. Nou. Dan moet ik die nog veranderen, want dat klopt ook weer allemaal niet. Als je wat wil, dan lukt het niet. Hè? Meer geven. Die moet ik hebben. Ja, dan moet je altijd even kijken hoe dat allemaal werkt. Het werkt niet altijd zoals ik wil. En zeker niet als ik met 2 dingen in mijn handen sta. Ja. Ja. Zo. En dan gaan we die doen. En we gaan even die doen. En dan kunnen we als goed is live gaan. Nou. Huppakee. Ja, ik ben in ieder geval live. Kijk, dat kan je ook zien. Ik ben live, gelijk even op Facebook. Nou, en inmiddels, de laatste keer dat we hier waren, was daar zo'n soort weide daar zo, met allemaal van die bankjes en zo. En zo'n kiprestaurant. En inmiddels staat er al een hele grote kraan, staat er al. En is die plek waar wij toen liepen, een grote bouwput geworden. Nou, hier staat een bord. Nou, 1,5 meter afstand. We hebben het natuurlijk met de coronamaatregelen. En dan hier heb je het park. Of het zwembad. En hier dus de hele grote bouwplaats. Het kant een beetje. Ja, het is allemaal een beetje achter het hek allemaal. Hier liggen alle funderingen al. En hier hebben ze ook al een fundering neergezet. Want hier komt dan dat stuk, zeg maar. Dit wordt dan, kan je overheen lopen. En hier de glijbaan. Nou, lopen we even verder. Zo, dit is echt onhandig. Ik heb echt pijn in mijn klauwen, krijg ik hiervan. Ik ga het heel eventjes
Kijken of ik even mijn onderbeet kan pakken, want ik krijg echt pijn in mijn kramp in mijn handen ervan. Hier een hele grote ijskraan. Verboden toegang. Hier zijn ze dus volop aan het bouwen. Nou, hier hebben ze een tentje gemaakt. Hier hebben we de Kids Club, daar kan je weer allemaal van die gokautomaten en kasten en zo. En nee, ik dacht misschien kan je het hier beter zien, maar dat is ook niet zo, want dat hebben ze ook afgesloten. Maar in ieder geval hier allemaal zandhopen allemaal. Nou, en dat plaatje van verleden keer die had ik al laten zien. Bouwprojecten, Biltim. En zo komt het er dus uit te zien. De Weld River. Hier zit daar zit zwembad, daar zo, daar zit zwembad, daar zo. En dan hier heb je de ingang zeg maar naar de winkels. Daarnaast heb je de snackbar. En dat is het. Dus hier de kinderboerderij, ook leuk, kinderboerderijtje. Zullen we even wat uitzoomen, zo. Dus dat is wel leuk. Nou, hier komt hij dus. Hè. Hier gaan we volgend jaar zeker weten nog een keer naartoe. Want volgend jaar wil ik dit wel een keer meegemaakt hebben. Het is nu één grote bouwplaats. Ja, toen was het allemaal grasveld volgens mij, als ik het goed had. De laatste keer dat we hier waren. Hé, hey, Rakim. Toen was die één grote lichtplaats. Hier stond toen die car van die kippie. Daar kon je kip kopen. Inderdaad, ja zeg. Hier stonden inderdaad die huisjes. Nee, ja, wat caravans. Ja, caravans waren het. Nieuw waterspektakel bij Marveld. Verwacht voorjaar 2021 Wildwater Riverbaan, Spaceball glijbaan en een spreepark. Hier komt dus die waterglijbaan. Ja, het is nou een grasveld. Hè? Dat is allemaal rotzooi allemaal. Nou, rotzooi. Gewoon bankjes. Een bankjes tentje. Naar ja, zo'n tentje. En hier mag wat kippie. En nu is het dus een grote bouwplaats geworden. We leggen daar verderop, leggen al funderingen al. Ja, en dit was vroeger dus campinggedeelte. Hier stonden allemaal van die campinghuisjes, tenten, chaletjes, staancaravans. En dat is dus nu allemaal weg. Om plek te maken voor ja, de nieuwe Weld River die er komt. Nou, hier het buitenzwembad. Misschien wordt dat ook nog wel doorgetrokken. Dat je dan ook gelijk door kan lopen naar het buitenzwembad. Dat is hier ook. Met daar verderop nog een blauwe waterglijbaan. Nou, en hier is allemaal van die zandhopen allemaal, hè? Allemaal van die zandhopen. Ja, dit was dus ook een of andere, ja, hier stonden ook allemaal van die chaletjes en zo stonden hier ook. De allereerste keer dat we gingen in 2009, toen weet ik nog wel een keertje, toen was er nog eens een keer brand. Toen ben ik ook nog een keer gelopen daar zo. Toen was de brand uitgebroken. Nou, een nieuwe project. Oh, hier is dat zelfs nog een... Spulplek. Zo'n kinderspulplaats staat hier nog. Zo. Ik ben in ieder geval reuze benieuwd ja, wat het gaat worden. Ik ga de livestream even uitzetten. Zo, de livestream heb ik uitgezet inmiddels. Ja, ik ben delen. Zo, dan kunnen ze hem dadelijk nog terugkijken. He. Zo, dat scheelt me in ieder geval weer één hele hand. Want ik had echt, kreeg kramp op mijn klauwen van. Kreeg kramp op mijn handen van het twee dingen tegelijk vasthouden. En we gaan een lekkere wandelingetje maken. Hier heb ik dus al die nieuwe huisjes allemaal. En dat is meer voor. Ja. Als je in een groep bent met meer als. Dacht iets van 10 personen dat deze huisjes zijn. Ze zijn allemaal 10 personen. Oh, hier is dat zelfs MH. Dat zijn onze huisjes.
Dan moet je steeds deze kant op lopen. Nou, en hier staan nog wel van die chaletjes. Normaal stond het dus aan beide kanten. Daar aan deze kant en aan deze kant. Nou, deze. Nu staan ze dus alleen nog maar aan deze kant. En de laatste keer dat ik hier was, was op dit pad dat mijn camera er mij uit scheet. Maar 3 maanden geleden scheet mijn camera er mij uit. Hier, oh. Toen ging elke keer de camera die ging elke keer stoppen. Daar heb ik nou gelukkig geen last meer van. Ik ben blij toe dat het niet meer zo heel erg is. Ja, van de week nog. Hè? Nou, ik wou nog even een stukje lopen. Nee, natuurlijk niet. Je kan toch recht doorlopen, dan kom je toch bij die brug uit. Ja. Ja. We lopen even een stukje en dan lopen we zo dadelijk weer terug. Het weer wordt ook steeds slechter hoor. Ik denk dat het dadelijk echt gaat regenen, want er zit met een bui aan te komen. Kijk eens, die wolken. Het is helemaal donker is het. Daar is het helemaal erg. Dus we lopen nog even een heel klein stukje, lopen we nog eventjes. Hier alle nieuwe huisjes allemaal. Ja. Hier is speeltuin. Nou, hier dan nog wel een stuk camping. Dit is nog wel allemaal camping, dit allemaal. En het was dus aan deze kant was dat vroeger ook. Maar ja, moet weer uitbreiden, hè. Dus ja, het is toch of het een of het ander. En ik denk dat ze liever tegenwoordig huisjes hebben waar mensen huren, dan dat ze vaste campingmensen hebben. Dat dat toch minder geld oplevert dan huisjes verhuren. Dus, ja, het is echt heel donker en heirig is het. Ik denk dat het dadelijk ook een beetje een buitje gaat. Dus we gaan zo dadelijk weer teruglopen. Normaal liepen we ook nog wel eens hierheen. Had je een soort hondenstrandje had je. Kijk eens jongens. Heel een leuk beekje. Daar ook. Hè? Leuk de beekje. Ik vind dat altijd leuk altijd hè, even dat beekje even zien. Ja, we gaan zo weer terug. Ja. Want het is wel heel erg donker, wordt het. Ja. We gaan maar weer snel terug. Voordat we dadelijk echt een bui op ons kop krijgen. Want het ziet er echt uit dat het dadelijk gaat regenen. Het heeft al een beetje geregend, maar... Ja, daar lopen schaapjes nou. Ja, ja precies. Even kijken. Ja, dan kunnen we ook nog zo lopen, hè? Of zo. We kunnen nog een rondje lopen, hè? Over het gras. Zo'n heel klein paadje. Ja. Een stukje, ja. Dus we gaan weer even teruglopen. Ja, hier allemaal nog campinggedeelte allemaal. En dit zijn de laatste nieuwe huisjes die ze toegebouwd hebben. Dus ongeveer... Ik denk een jaar of 2-3 geleden. Toen hebben ze deze huizen gebouwd. En hier zit ook een jacuzzi en sauna weet ik niet. Volgens mij ook. Maar ook in ieder geval een jacuzzi. Ik ben een keertje. Zijn we daar toen bezig kijken. Echt voor mij al op de beeld staan toen. Toen was er eentje leeg, daar hebben we even gekeken. Ik hoor de hele dag hoor ik al sirenes hier ook. Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Maar je hoort de hele dag hoor je al sirenes hoor je tekeer gaan. Ik weet niet wat er precies...
Hoor eens. Dat hoorde ik net een paar, ja, ongeveer een uurtje geleden was dat ook al constant de hele tijd. Ik weet niet wat de leus is, maar het is voor mij nog dichtbij ook. Net stopte de sirene eventjes. Hoor eens. Ja, ik zie daar een beetje rook, maar dat zal wel wat zwembad wezen. Dus dat is niet... Normaal is de bouwplaats. Ja, en voor, toch ben ik verplicht eigenlijk om volgend jaar weer hierheen te gaan. Want ja, volgend jaar wil ik het toch wel even een keertje filmen als dit helemaal klaar is. Buitenzwembad, hier ben ik één keer wezen zwemmen. Dat was ongeveer 11 jaar geleden, in 2009. Toen zijn we hier een keer wezen zwemmen. Ja, als het koud is, dan hoef je hier niet te zwemmen. Dat is het ook dicht trouwens. Dus. Maar het luchtje is aardig dreigend. Zo, donder allemaal dingen. Oh, kijk nou, een konijntje. Hé. Hey. Kijk nou maar. Kijk, konijntje. Hé, hey, Bunny. Ja, hè? Kutje, hè? Ja. Dat is die leuke dingen die je opeten. Ja, hè? Boefie. Hey, Boefie. Lekker op zijn gemakkie. Heb. Ja. Zou ze weet ik niet, hoezo? Oh, dan zit je bij de bouwplaats. Ja, zit je de hele dag op een bouwplaats te kijken. Hier, hè? Ja. Ik denk dat ze maandag als ze verder gaan, als ze niet afsluiten. Ja. Daarom moet je hierheen. Daar heb je best kans op. Zo, en dat was de tweede dag. Inmiddels zijn we dus alweer een dag verder. Zoals ik al in het begin vertelde. En wat we vandaag bleven, dat gaan jullie allemaal morgen weer zien bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes allemaal. En tot morgen, tot een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes, bye bye, hoi.